op een podium met een dirigeerstok. En dan mocht ik mooie orkest en koren dirigeren. Nu sta ik met technologie op het podium. Om jullie mee te slepen in het verhaal van mijn leven. In het verhaal die gaat over klassieke muziek voor iedereen. En niet voor een hele kleine groep. Ik ga jullie laten zien hoe klassieke muziek voor mij een avontuur is geweest. Dat eerst heel persoonlijk was. En daarna een passie was die ik ging delen met hele grote groepen uit het publiek. En tot slot, en dat is mijn huidige missie, zorgen dat iedereen in de wereld toegang heeft tot klassieke muziek en het gaat waarderen. Het is ooit ergens begonnen natuurlijk. Het was helemaal niet zo. Ik was helemaal niet zo jong dat ik aan klassieke muziek begon. Ik was pas 21. En dat was iets wat ervoor zorgde dat de vlam in de pan sloeg. Ik ging muziekwetenschap studeren en ik had er helemaal geen verstand van. Maar dat was iets. En toen ik muziek ging studeren, toen dacht ik, ja, ik moet toch ergens beginnen met luisteren. En mijn broer, die toen in Amerika woonde, die zei, Rob, ik ga met je meeluisteren. We gaan beginnen met Gustav Mahler. Nooit van gehoord. Zijn 7e symfonie. Koop hem maar en dan gaan we alle twee luisteren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We gingen naar Gustav Mahler samen luisteren. En dat sloeg in als een bom. Kijk, dat ging zo. Hier in een schitterende uitvoering van Claudia Abbado met het Luzern Festival Orkest. Dit was een bliksemflits. Er gebeurde iets met me wat nog nooit in mijn leven was gebeurd. En wat was er dan precies? Maar om het goed te kunnen uitleggen gaan we een paar stapjes terug. Dit was de mokerslag. Maar ergens is het natuurlijk bij mij begonnen zoals het bij iedereen begonnen is. Ik heb een voorgeschiedenis. Ik ben opgegroeid met muziek, helemaal niet klassiek, zoals eigenlijk iedereen dat heeft gehad. Laat eens even door mijn LP's en cd'tjes heen lopen van het begin. De Beatles, kan niet anders. 6 jaar, mijn moeder maakte me enthousiast. Elton John kwam erachteraan. Heerlijke muziek. Eerste LP die ik kocht. Maar er was natuurlijk veel meer moois. De Eagles. Toen was ik 12, 13. Volop genieten, koude rillingen. Electric Light Orchestra, een beetje klassiek. Maar prachtige muziek. Stevie Wonder. Wie heeft er niet van genoten van Songs in the Key of Life? Maar er kwam nog veel meer achteraan. Popmuziek was mijn inspiratie. Pretzels Logic, Steely Dan, dat was de volgende fase. Meer jazzy. Maar het kwam weer terug bij de Beatles. Want de Beatles is een rode draad in mijn leven. Dat is de klassieke muziek van de popmuziek. Dus dat is een beetje mijn voorgeschiedenis. Maar wie heeft er nou voor gezorgd dat ik gepassioneerd werd? Daar moet ik altijd de juiste slide voor hebben. Mijn vader. Mijn vader was een groot liefhebber van jazzmuziek. En ik zie hem nog zo staan. Hè? Hier zit hij achter zijn saxofoon. Ik zie hem nog zo staan in de kamer als Frank Sinatra opstond. En dan stond hij te swingen met de big band. En hij dirigeerde de big band in de kamer. En de koude rillingen liepen over zijn rug. Dat was nog eens passie. Van hem heb ik geleerd wat passie was. Maar ik kreeg ook de gelegenheid van mijn ouders om muziek te maken. Daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. Even een paar voorbeelden. Ik mocht bij Piet Baan de gitaarles krijgen. Die heb ik gespeeld, dat kon ik toen. Dat was echt helemaal in het begin. Toen ging ik orgel spelen. Emile Simonis. De muziek van Jimmy Smith, een beetje jazzy. Nou, echt goed heb ik het nooit geleerd hoor. Maar toen maakte ik de stap naar klassiek piano. Mozart. Zijn eenvoudige symfonie. Simpeler kan niet, maar mooier kan bijna ook niet. Dus ik had wel een geluk. Hè? Ik mocht muziek leren van mijn ouders. En vervolgens dacht ik, als ik hier kijk, ik heb een stuk geschiedenis, ik heb passie, ik heb wat geleerd. Maar om nou te zeggen dat ik er wat van wist, nee, ik wist helemaal niks. En net als heel veel anderen, ik had geen verstand voor muziek. Daarom ben ik muziekwetenschap gaan studeren. En het was een groot avontuur. Ik ga jullie een beetje meenemen in wat dat avontuur, de ontdekkingstocht door de klassieke muziek. Neem me eventjes de tijd, want dat vind ik belangrijk. Ik ga nu heel veel koude rillingen krijgen. En ik hoop dat jullie ook een paar koude rillingen gaan krijgen. Daar komt ie. De ontdekking van de klassieke muziek. Monteverdi. De Maria Vespers. Muziek rond 1610. Mooier kan bijna niet. Bij mij rollen ze. En de leraren bij muziekwetenschap namen allerlei muziek voor me mee. De notenkraken van Tchaikovsky. Balletmuziek. Ik had er nog nooit van gehoord. Zo mooi. Ik wist niet dat het zo mooi was. En wat te denken van Bach. De Brandenburgse concerten. Ook weer een van mijn eerste klassieke LP's.
volop van genoten hier. Combattimento Consort uit Amsterdam. Of viool. Hè? De vertaling van het hart. De vertaling van de menselijke stem op een instrument. Hier in Thaïs, Massenet. Prachtig uitgevoerd door Joshua Bell. Wagner schrijft opera's van 16 uur. Zoals de Walkurenrit horen we hier. Heftige muziek, ook vaak in film gebruikt. De Messiah, we kennen hem allemaal. Het is Music for the Millions, maar hoe mooi. Ik leerde de Amerikaanse muziek kennen. George Gershwin, later John Adams. An American in Paris. Sensationeel. En wie kent deze opening niet? Dat kennen we allemaal. De beste opening ooit geschreven. Beethoven. Meer hoeft niet. En we krijgen de volgende. The Rite of Spring, Le Sacre du Printemps. 100 jaar geleden, exact 100 jaar geleden, een sensatie. Slachtoffers bij de eerste uitvoering. De politie moest het podium opkomen, omdat het publiek het podium oprende om de muzici en de balletdansers te belagen. Of de hemelse koormuziek uit de Renaissance. Giovanni Palestrina met zijn Missa Pape Marcelli. Ja, het kon niet anders. De passie was geboren. Maar de ontdekkingstocht ging verder. Ik wilde meer ontdekken. En er is een heel mooi moment in mijn leven. En dat moment is dat ik met vrienden ging fietsen in de Dordogne. En daar waren we in Sarlat, een heel mooie middeleeuwse stad. En in Sarlat, daar zat in de kerk, in de kathedraal, was er een orkestje. En er zat een pianist. We liepen de zomer naar binnen. Ik ging zitten en ik werd wederom als een mokerslag getroffen door de opening van het 20e pianoconcert van Mozart. Pianissimo. Sorry, ik moet onderbreken, want er is nog veel meer te vertellen. Dus de muziek was goed bij mij binnengekomen en nu gingen we op bedevaartstocht. Ik samen met mijn vrouw, we gingen naar Wenen. Want Mozart en Mahler, dat waren de componisten ja, die helemaal al in mijn gestel zaten. We gingen naar Wenen om te ontdekken waar ik geboren was, waar ze gewerkt hebben, wat er allemaal gebeurd was. En dat was een prachtige ontdekkingsreis. Maar er was ook een botsing tijdens die reis. We gingen naar de muziekverein, een tempel, net als het concertgebouw, prachtige concertzaal. En daar hoorden we de 5e symfonie van Bruckner. En terug naar ons appartementje, in de tram, zei ik tegen mijn vrouw, dit is toch echt het allermooiste wat we ooit hebben meegemaakt. En ze keek me aan en ze zegt, wie kan er nou van Bruckner 5 houden? Dit is toch verschrikkelijk? Er bestaat geen mens op de wereld die dit mooi kan vinden. We hebben echt een vlammende ruzie gehad. En ik dacht van, oh, dus wat ik zelf beleef, dat is niet vanzelfsprekend dat iemand anders dat ook beleeft. Ik was totaal verslaafd, maar het wilde niet zeggen dat andere mensen die verslaving hadden. Het was dus een privéervaring. Alles was nog persoonlijk wat ik meemaakte. Totdat ik ging dirigeren en lesgeven. Dat was het moment dat ik muziek ging delen met anderen. Een nieuwe fase in mijn leven. Eerst koordirectie. Ik mocht tijdens mijn studie koren gaan dirigeren. En geweldig, met 15, 16, 20, 30 zangers koormuziek beleven. Ik moet me voorstellen dat je met elkaar deze muziek maakt. Het Salve Regina van Francis Poulenc. Wat een gelukzalige ervaring. Sorry Poulenc. De tweede ervaring, ik mocht orkestdirectie gaan studeren. Dat deed ik samen trouwens met Hans Welle in Hilversum. En we kregen de kick van het dirigeren van 75 mensen. Samen muziek maken. Echt tot een heel hoog niveau komen. Dat was fantastisch. Maar lesgeven, onderwijzen, dat was nog weer een volgende fase. Want dan sta je voor een groep mensen en dan mag je je enthousiasme en dan mag je kennis overbrengen op anderen. Dat is geweldig. Ik merkte toen tijdens dat lesgeven dat ik niet alleen zelf koude rillingen had, maar dat ook de mensen die met mij
dat deelde, dat zij ook koude herinneringen kregen. En ik weet nog zo goed, ik gebruikte altijd, aan het eind van mijn cursus, gebruikte ik het klarinetconcert van Mozart. Er is Mozart weer. En met het klarinetconcert van Mozart gebeurde met iedereen wat met mij gebeurde. Koude rillingen. Mooi gespeeld door Carol Leister, jaren geleden. En ik heb hem weer gevonden. Hij staat ook op cd. Een prachtige uitvoering. Ik deed wat ontdekkingen. Ik ontdekte dat klassieke muziek een universele taal is. Het is niet alleen voor mij, het is niet alleen voor degene met wie ik het deel. Ook in China, ook in Afrika, ook in Amerika. Overal, als je je best ervoor doet, kun je ontzettend genieten van klassieke muziek, omdat het een universele taal is. Wat ik ook ontdekte, is dat als je de taal leert begrijpen en als je ernaar luistert en vaker luistert, dat het je ziels gelukkig maakt. Maar dan moet je wel echt heel erg je best voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Popmuziek, dat wordt geplucht. Hè? Dat hoor je 40 keer en dan denk je, oh, dat is een leuk liedje. Klassieke muziek hoor je 1 keer. Ja, wat weet je dan nog? Moet je je voorstellen dat je een klassiek nummer 40 keer hoort? Ach, dan komt het veel verder dan de popmuziek natuurlijk. Ik kreeg een missie. En mijn missie was, ik wil de klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen. Niet beperkt tot een kleine elitaire groep, maar voor iedereen. Dat is mijn missie geworden in mijn leven. En op dat moment was ik natuurlijk nog bezig met de liefhebber. Maar om iedereen enthousiast te kunnen maken, moest ik kunnen uitleggen wat nou het bijzondere van klassieke muziek was. En dat vond ik heel erg moeilijk. Ik kon mooie verhalen vertellen, dat ging allemaal wel vanzelf. Maar wat is nou het bijzondere, het magische van de klassieke muziek? En dat zag ik voor het eerst toen ik de speelfilm Amadeus zag. Amadeus is voor mij de allermooiste speelfilm over klassieke muziek. On the page, it looked. Kijk maar. Nothing. The beginning is simple. Salieri. Almost comic. Het is een grote vijand. Just a pulse. Bassoons. Basset horns. Like a rusty squeeze box. Hij beschrijft wat nou zo bijzonder is. And then suddenly, high above it, an oboe. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Te mooi. Kijk de hele film en u bent overtuigd. Dus toen wist ik ook een beetje dat je het kon uitleggen wat zo bijzonder was aan klassieke muziek. Ik ontdekte dat storytelling, verhalen vertellen, uitleggen, ervoor zorgde dat de anderen ook allemaal enthousiast werden. Ik ging het dus delen met liefhebbers. En dat deed ik als volgt. Eerst voor mezelf, hè, dat weten we. Vervolgens ging ik onderwijs, groepje van 10, 20, 30. Vervolgens ging ik dirigeren, er waren wel meer, 20 tot 80 mensen. Ik kreeg de kans om bij kranten te gaan schrijven. Nou, dan bereik je 20.000, 30.000 mensen. Die probeer je allemaal enthousiast te maken. Of het nou om kritiek of om negatief positieve kritiek gaat. Vervolgens natuurlijk de symfonieorkest. Ik heb jarenlang voor orkesten mogen werken. Geweldig. Er zaten 2.000 mensen in de zaal. Of bij het Gerkje Festival in Rotterdam kwamen 25.000 mensen naartoe. Geweldig. Steeds meer mensen keken met me mee. Maar, en dat is een hele belangrijke, het was nog steeds klassieke muziek voor de happy few. Het was beperkt tot mensen die het hadden meegekregen. Goed, het moest dus nog een stap worden gemaakt. Hoe krijgen we nou voor elkaar dat klassieke muziek er voor de massa is, voor iedereen toegankelijk werd? Een eerste stap daarin was mijn kennismaking met Peter Kroonen. En Peter Kroonen was een man die organiseerde opera's in Ahoy. Hij noemde dat stadionopera's. Ik heb met hem mogen meemaken hoe hij in voetbalstadions in Parijs, in Shanghai, in Stuttgart voor 80.000 mensen Aida, Carmen, Traviata bracht op een zeer hoog niveau. De mensen genoten allemaal ontzettend. Dat was dus klassieke muziek voor een hele grote groep mensen. En ze genoten net zozeer als de mensen in het concertgebouw. Klassieke muziek was dus ineens voor iedereen. Maar nog lang niet genoeg. Ik stopte bij de orkesten, omdat ik dacht, ja, ik ben altijd voor mijn eigen zaal bezig. Maar dat publiek zit wereldwijd. Er zijn miljarden mensen die er nog niks van af weten.
En technologie was hetgene wat mij kon helpen om iedereen te gaan bereiken. Allereerst was daar breedband. Ik ben dus met het internet aan de slag gegaan. En vanaf 2006, via een groot poorten wat te opzetten, dachten we dat breedband gaat ervoor zorgen dat iedereen ervan gaat genieten. Maar ja, apps bestonden nog niet, iPhones bestonden nog niet. Het was hartstikke moeilijk. Bijna niemand deed mee. Maar ik wist wel dat daar heel veel potentie zat. En toen mocht ik terugkeren naar de oude wereld. Ik ging naar de televisiewereld. En dat is heel interessant, want je kunt hele mooie klassieke muziek kun je voor grote groepen brengen. Ja, als een opera in Nederland doet al gauw 50 tot 100.000 mensen op televisie. Het mooie programma Maestro, wat onlangs door de AVRO is gemaakt, dat bracht 1,4 miljoen mensen voor de televisie. Dat zijn hele grote aantallen en ze hebben allemaal enorm genoten. Dus televisie als een heel belangrijk medium. Maar de nieuwe media is natuurlijk veel meer dan breedband. En dan televisie. Want als je een hele mooie opname maakt, kun je op televisie brengen. Je kunt er DVD van maken. Je kunt tegenwoordig via video on demand kun je het bestellen en bekijken. YouTube is het kanaal voor de klassieke muziek geworden. Maar de Metropolitan Opera brengt klassieke muziek in de bioscoop. En er zitten van wereldwijd tienduizenden, sterker nog, de beste voorstelling bracht 500.000 mensen wereldwijd in 5000 bioscopen om naar een opera te kijken. Dat is sensationeel. Dus de nieuwe media was een enorme hulp geworden om klassieke muziek te helpen. En ik zeg, de nieuwe media is de grootste kans die de klassieke muziek in 800 jaar tijd heeft gekregen. Want de nieuwe media zorgt ervoor dat klassieke muziek nu echt toegankelijk is voor iedereen. Maar daar moeten we wel wat voor doen. En we gaan nu naar de eindstreep toe. Want wat moet je dan doen? Storytelling is het noodzakelijke virus. Je moet er meer voor doen omdat je moeilijk kunt pluggen. Dus je moet heel veel verhalen vertellen. Dat doe ik niet alleen. Dat doen heel veel mensen over de hele wereld. Zoals Leonard Bernstein vroeger. Michael Tilson Thomas. Of in Nederland onze eigen Jan-Willem de Vriend. Die dat heel vaak doet via De Wereld Draait Door en andere media. De nieuwe media moeten we heel goed gebruiken. Als distributieinstrument. En dat doen we. En daar bereiken al heel veel mensen mee. Maar voor mij zit de toekomst er bij de jeugdorkesten. Jeugdorkesten, er zijn er wereldwijd duizenden van. In Almere hebben we ons eigen Almeers Jeugdsymfonieorkest. We hebben het Utrecht Studentenconcert in Utrecht. We hebben het VU-orkest. Er zijn in Nederland 300 jeugdorkesten. Wereldwijd zijn er een paar honderdduizend jeugdorkesten. En zij brengen een enthousiasme over wat echt ongekend is. Ik wil ook gaan afsluiten met de hoop voor de toekomst die in deze drie elementen zit, maar vooral het jeugdorkest. Even kijken tot slot naar een heel bijzonder fragment van het Simon Bolivar Jeugdorkest uit Venezuela, geleid door Gustavo Dudamel. Dan is klassieke muziek een echt feestje. De opening van een nieuwe zaal. Alleen maar jongeren in de zaal. Nou ja, bijna. Ja, zo is de klassieke muziek natuurlijk echt heel makkelijk bij een heel groot publiek te brengen. Heel raar, maar de hoop voor de klassieke muziek, en die is heel groot, die begint dus op dit moment in Venezuela. Bij de jeugdorkesten zijn er 200 in Venezuela. En ik hoop dat u samen met mij ervoor gaat zorgen dat we het allermooiste geluid wat de westerse beschaving heeft voorgebracht bij miljoenen over de hele planeet kunnen brengen. Dank u wel.